Ik heb er zin in. Op Amsterdam. De Arena Studio. Hoe duur is hier een hazelsbiertje? Voordat de kids naar school gaan, gaan we eerst nog even de 70.000 abonnees. Fanmail video opnemen. Wat hebben we weer veel. Oh, Kitty, ja, wat hebben jullie weer veel fanmail gekregen? Kitty, Kitty. Oh ja, die is van Kitty, die mag je zo meteen uitpakken. Dus die gaan we nog even opnemen voordat de kids naar school gaan. Wat een post, hè, moet je kijken. Heel veel, we hebben echt heel veel post gekregen. Ah, dank jullie wel. Dank jullie wel allemaal. Lieve kijkers, we love you all. Ja, zo wat inkijken. Nou, we zijn een hele tijd verder. Ik heb net de vlog van die we vanochtend, voordat de kids naar school gingen, heb ik snel even geëdit. En die zetten we online op het moment dat we 70.000 abonnees hebben. Volgens mij is dat nu wel, denk ik, ja, nu jullie dit zien. Vandaag. Waarschijnlijk vandaag of morgen, ja, dus 10 dagen later. Dus waarschijnlijk hebben we deze video al online gezet. Leon is alweer lekker terug van school, want dat had een kort dagje. En we gaan zometeen even, ik neem jou even mee, en papa gaat ook mee, denk ik. Even naar de kruidvat wil ik toch van die hele kleine flaconnetjes, shampoo dingetjes en zo halen voor op vakantie. Want niet morgen, maar overmorgen gaan we op vakantie naar Oostenrijk, wat jullie waarschijnlijk al in de vorige vlogs hebben gezien. En ja, we hebben eigenlijk, we hebben voor het vliegtuig maar 10 kilo handbagage. En ik zat te denken dat is handbagage en dan heb ik van een hele grote shampoo dingetje en zo. Maar goed, dat mag je natuurlijk helemaal niet meenemen. Want je mag maar 100 milliliter is het volgens mij per flesje mag je meenemen in je handbagage. Dus het heeft helemaal geen zin om grote shampooflessen mee te nemen. Dus ik wil echt eventjes, naar de kruidvat toe om te kijken of de kruidvat van die kleine flesjes en zo heeft. Dus dat gaan we zo meteen eventjes doen. En wat nog slimmer is, dat weet ik niet. Wat is slimmer? Je mag maar 10 kilo mee. Maar als we landen zondagochtend. Ja, maar luister. Naar de supermarkt, ja, maar dat vind ik zonde. Want dan kopen we daar allemaal flessen. Ik moet make-up hebben, een shampoo hebben. En al die flessen die koop ik allemaal. Je kunt het maar voor één week gebruiken. Dat is toch ook zonde? Kan ik toch beter kleine flesjes meenemen die ik gewoon heen en weer kan nemen? Dat is toch zonde? En daar is het waarschijnlijk 10 keer duurder als hier in een kruidvat. Oostenrijk had me zijn ouderen. Dus? Ik was naar school, want nu ben ik vrij lekker. Ja, nu ben we lekker vrij. Het is lekker woensdag of vrijdagmiddag, hè? Ja, Lucilla is altijd wat langer op het kinderdagverblijf. Dan kunnen we even lekker knuffelen. Ga je mama mee? Mijn papa? Ja. Gaat papa ook mee? Ja. Ja? Ja. Wil u wel nog een banaan? Oeh, die peer. Die peer moet even op. Daan, wil jij een peer? Nee, kijk. Doan, wil jij een banaan? Ja. Een banaantje voor meneer? Ja. Ah, nee, het is peer voor meneer, hè? De peer was niet zo goed meer. Kijk eens, jongen. Even een banaantje. Voor je grote. Even een banaantje, word je grote sterk van. Zo. Nou, is dat. We zijn er. Daan gaat even een kaartje halen en hij vraagt hoe lang we weg zijn. Hoe lang moet ik erin gooien? Een uur? Een half uur? Nee, ik denk ongeveer een uurtje, denk ik. Doe maar een uurtje. Kijk. Uurtje? Voor bij de kruidvat? Nee, niet alleen de kruidvat. We gaan ook naar de Action. Half uur. Nee, bij de Action moeten we ook nog... Denk aan de spaarcentjes. Ja. Half uur krijgen. Is dat goed, jongen? Ja. Kan mama meehelpen? Ja. Nou, eerst even naar de kruidvat. Nou, Mars en Venus hebben weer een meningsverschil. Ja. Nee, ik zeg tegen Vara, als we landen in Oostenrijk, gaan we eerst gelijk naar een supermarkt. Dus ja, waarom moet je nou deze shizzle meenemen? Waar je kleintjes kan kopen. Dan hoef je dan, anders koop je daar een hele grote bus en dan moet je hem daar laten staan. Oostenrijk heeft deze kleintjes. Ja, maar deze is waarschijnlijk veel duurder. Maar deze wil ik meenemen. Hier is maar een paar euro. Dus, dat is weer een halve kilo. Dus Mars en Venus zijn het niet eens. Oh, dit is leuk. Ja, dat past niet hoor. Je hebt maar 10 kilo. Die nemen we leuk. Surprise voor de vakantie. Nog een kilo. Alvast. Nou, en papa heeft toch gelijk. Ze hadden het niet eens. Dus we gaan gewoon in Oostenrijk, daar de spulletjes bij de supermarkt aan. Maar toch wel wat dingetjes, hè? Ja. Toch wel wat leuke dingetjes van het vliegen. Ze hadden dus geen kleine flesjes bij dit filiaal hier, bij de kruidvat. Dus ik denk dat ik toch maar inderdaad daar wat moet kopen, in Oostenrijk. Nou ja, Daniel zegt dat ze in ieder geval Lidl hebben. Dus dan denk ik wel dat ze wat hebben. Maar goed.
We gaan nu even naar de Action toe. Papa heeft altijd gelijk. We gaan nu even naar de Action toe, want mijn zusje komt ook logeren. Als wij terugkomen van Oostenrijk, komt mijn zusje logeren. En ze gaat op een andere kamer liggen. Dus niet meer bij de kinderen op de kamer, omdat dan de kids niet goed slapen. Dus vandaar dat we even een luchtbed gaan halen. Ik lever mijn studeer/coachingkamer in. Ja. Ja. Zijn we er bijna, Huifjes? Ja, er bijna. Kijk, maar hebben ze het natuurlijk weer? Ja, je gelooft het dan. De Action heeft ook alles. Luchtbed voor mijn schoonzusje. Nou, kijk eens. Een luchtbed. Een luchtbed voor je zusje. Nou, die hebben we in ieder geval wel. Ja, die hebben we. Check. Nou, we nemen nog een extra trolley mee. Nee, ze hadden geen kleine shampooflesjes, maar wat had Action wel? Dit soort flesjes van die vul dingetjes. Natuurlijk ook hartstikke handig. Dan kan ik gewoon mijn eigen shampoo meenemen in kleine flesjes. En ik heb er 2 van. Dus kan ik alsnog mijn eigen shampootjes meenemen. Vanuit de grote, goedkope shampooflessen. Ja. Nou, Lucilla heeft al een surprise balletje opengemaakt. Oh! Mooi! Daar is ze weer trouwens, van schooltje. Paw Patrol! Ja, van Paw Patrol. Die heeft Luan bij de kruidvat vandaan gehaald. Mama, ook één. Ja. En ze hebben hier die eitjes zijn ze aan het openmaken. En er zitten van die zakjes snoep in. En van die stickertjes zitten erbij in. Ook één. Wil je er nog één? Ja. Vind je dat zo leuk? Ja, moet je die openmaken dan? Wat zit erin? Oh! Nog meer snoepjes! Lekker! Ook één! Nee, schatje, je kunt ze niet allemaal tegelijk openmaken. Nou, ik ben weer in de badkamer. Ik ben me even een beetje op en de tutte toonbaar aan het maken, zoals ik dat altijd noem. En ik zoek de borstel. De borstel, want Daniel en ik gaan vanavond weer een avondje uit. We gaan iets superleuks doen. Dat vertellen we zometeen als we in de auto zitten. Oma die komt zometeen weer. Die gaat oppassen op de kinderen. En wij gaan weer lekker gezellig op date night. Ik kan niet verwachten. Mimi. Mooi kapotje. Wij zijn bij de hele gekleed voor ons avondje uit. En ja, lieve oma. Dag oma, hoi mama. Is gekomen. Met heerlijk eten. Spinazie à la oma. Jullie kunnen namen oma spinazie aan. Ja, oma spinazie. Niks is zo lekker dan oma en spinazie. Nou, oma gaat lekker met jullie spelen, knuffelen. En met batonetten. Nee, maar niet meer. Oma mag uit. Nou, ik ben opgetut en al. Ik zal jullie even laten zien wat ik aan heb. Nou, dit is wat ik aan heb. Ik heb hier mijn laarzen aan met een hakje eronder. Een legging en dan dit jurkje met die franjes eraan. Een tailleriem, mijn zwarte tasje, sjaaltje en mijn coupeetje. Let's go! Waar gaan wij naartoe? Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die al ging helemaal in. Wie zingt die liedjes? Wie zingt dat? Raad het even. Bloed, zweet en tranen. Maar dat is volgens mij een beetje het enige wat we überhaupt kennen. Maar we gaan vanavond naar Holland Zingt Hazen. Yay, de Ziggo Dome. We zijn uitgenodigd voor dit event om een gezellig avondje uit te gaan. En het is een heel erg bijzondere avond. Want ze gaan met laserlampen zo André Hazes op het podium zetten. Dus we gaan, als het goed is, de echte André Hazes zien in, wat is het? 4D? 5D? Ik weet niet hoe dat zegt. 100D? Er is best wel wat promotie van geweest in heel medialand. Dus wellicht dat jullie ervan hebben gehoord. Ja. Er zijn ook heel veel Nederlandse artiesten die dus de liedjes van André Hazes gaan zingen. En dus ook André Hazes zelf in de 3D, 4D, 5D versie van de laserlampjes komt dus op het podium te staan. Dus het is echt heel erg bijzonder. Wij zijn heel erg benieuwd. Het is in Amsterdam in de Ziggo Dome. Ja, ik heb er zin in. Op Amsterdam.
we zijn aangekomen. We staan in het parkeergarage. En we zijn er. We zijn er. We zijn nogal vroeg trouwens. We zijn nogal vroeg. We zijn een uur te vroeg. Daniel zegt tegen mij, ja, het begint om 7 uur. Het begint om 7 uur. Dat doet hij alleen maar zodat dat we op tijd komen. Om 8 uur begint het. Het begint pas om 8 uur. 1, 2. Nou, gewoon naar binnen zet. Ja, ik heb het koud. De Arena zijn we weer. Universal was hier ook. Maar dan bij Pathé. En nu zitten we bij de Ziggo Dome. Mooi groot tv-scherm. De Arena Studio. Het is tegenover Ziggo Dome, zeg maar. Maar ja, jij bent nog Amsterdam. Nee. Nou, we kunnen ook nog een potje gaan voetballen, zie je dat? Hey, zwaar Hilco. Kijk, Ajax, we zijn er weer. Ik voel me precies.
precies als jij. Dus jij kan eerlijk zijn. Nou, zeg het om, de belling gaan zeggen tot het volgende feestje. Ga je buiten zoeken? Koud. Koud. Gewoon naar de helikopter. Terug naar Zollywood. Naar de kids naar huis. Doei.